krijgen een bloemetje. Wat leuk, van Fleurage. Ik geloofde dat die man was die heel lang in de WHO zat. En die begon zich natuurlijk vreselijk te vervelen. En toen kwam hij op het idee om een bloemenhandeltje te beginnen. Ik vind het heel erg leuk. Dus misschien is het leuk om daar even te gaan kijken. Ik heb 24 jaar als metselaar gewerkt in de bouw. En ik ben nu zo'n beetje 40. En door een simpele operatie kon ik niet meer mijn vak uitvoeren. Wat voor operatie? Nou, ik heb een schouderoperatie. Dit is allemaal veranderd in mijn schouder. Ik ben een stuk uitgehaald. En toen heb ik een jaar bij de deur gelopen. Nou, op een gegeven moment werd ik daar doodmoe van. Want ik liep elke keer de straat heen en weer. Thuis in het begin gaat zoiets van. Maar ja, de drang is weg op een gegeven moment. Dus ik denk, nou, ik wou wel dolgraag in de bloemen. Want dat ik een jaar of 14 was, heb ik ook een jaar of 4 in de bloemen gezeten. Hè? Om dat te proberen is een vergunning nodig. En dat heb ik met veel moeite en een beetje geluk, heb ik dat uiteindelijk weten te krijgen. Is een vergunning, is dat hetzelfde als een diploma? Nou, het is ongeveer, je moet deskundig wezen op de bloemen en planten. En het moet je ook nog een beetje gegund zijn door omstandigheden. He? En dat is, bij deze is dat gewoon gelukt. Maar het is heel moeilijk om daar een vergunning voor te krijgen. Omdat voor de Venelaan en Hoorn Noord maar één vergunning kan uitgegeven worden. Die heb je nu? Die heb ik op het ogenblik. Alles is officieel rond. En ik ben ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Hoe is het verder gelopen? Want alleen een vergunning, dat is nog niet genoeg, denk ik. Nee, dat was ook nog niet genoeg. Want je moet ook nog ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Een btw-nummer, een boekhoudertje komt erbij. He? En zulke dingen komen er allemaal bij. Wat voor naam heb je hier ingeschreven? Nou, ik had eerst ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder de naam Gompie. Maar ja, toen begon iedereen te lachen. Ik denk, nou, toen dacht ik op een gegeven moment, nou, het moet toch wat anders. Hoewel ik wel Gompie altijd wel leuk vond, die walreus met die snor, vroeger op de tv. Toen dacht ik aan de naam Fleurage. Dat is een soort parfum. En 's ochtends kwam ik mijn bed uit, dus zou ik aftershave gebruiken. Toen gebruikte ik parfum van mijn vrouw, per ongeluk. En er stond Fleurage. Nou, ik zeg, dat is het helemaal. Ja. Zo dan. Nou, heb je alle dingen, een btw-nummer, een naam, ingeschreven, een vergunning. Maar dan moet het zaakje toch ook nog draaien. Hoe gaat dat in zijn gang? Nou, ik zal het je vertellen. De eerste keer was ik 2 dagen voor de kerst, of 3 dagen voor de kerst, kreeg ik mijn vergunning. Toen moest ik hals over de kop kerststerren kopen. Afgelopen kerst was dat? Ja, kerststerren kopen, kerststukjes, kerstbloemen. En alles was toen verschrikkelijk duur. Toen heb ik alles gekocht. Nou, ik dacht allemaal eerst een soort. Maar achteraf is gebleken dat sommige dingen toen niet zo waren als het behoorde te zijn, hoewel dat me toch een boel geld gekost heeft. De kwaliteit was niet goed. Nee, nou niet zo goed. Hè. Sommige dingen dus wel, maar sommige dingen niet. Toen dacht ik, nou, als ik daar maar niet goed wil verspillen bij de mensen. Hè, maar dat heb ik ondertussen weten te veranderen. Ik heb daar gewoon een hele goede, hele mooie kwaliteit. En voor een fatsoenlijke prijs. Je bezorgt die bloemen? Ja, ik bezorg de bloemen aan de mensen bij de deur. Is het een vaste klantenkring of ga je steeds alle deuren bij alle deuren aanbellen? We gaan elke week in Hoorn Noord en in het Venelaankwartier bij de mensen aanbellen. Een mand onder mijn arm. En dan bieden we de mensen wat aan. En ik heb wel eens lachen. Het is wel leuk om die mensen. Hè? Ik heb een heleboel leuke ervaringen met die mensen opgedaan. We zijn er blij met onze bloemenman, want daar hadden we echt gebrek aan. Die waren er nog niet? Nee, die waren er nog niet in deze wijk. Dus we hebben hem echt nodig en de jongen heeft er lang genoeg achteraan gezeten, want hij verveelde zijn eigen stierlijk. Was dat vervelend voor u, dat die gozer altijd voor de deur liep en nee, niks deed? Nee hoor, helemaal niet, want ik had niks gelast van hem. Alleen zag ik dat hij zelf met zijn eigen overhoop zat, dat hij niks te doen had. Leuk dat er dan toch nog oplossingen zijn, hè? Gelukkig wel. Ik ben blij dat hij het gekregen heeft en ik hoop dat de jongen het redt. Dat hij succes in zijn zaak heeft. Oké, bedankt.